De 364 Cubanen en drie Dominicanen die zich nu ophouden te Soudrien in Nieuw-Nikeri zijn vandaag in hongerstaking. Zij willen een spoedige oplossing voor hun problemen. ATV-journalist Shishma Bisisser en cameraman Lucien Banquet oriënteren zich vandaag op de plek, maar kregen van de politie geen toestemming om zich op het terrein te begeven. U krijgt het volgende verslag van Bisisser. Goedemiddag kijkers. Welkom bij de terminal hier op Soudrien in Nikeri. Zoals u weet is een paar dagen terug Nikeri opgeschrikt met een groep van liefst 560 Cubanen hier te Soudrien die trachten om de oversteek naar Guyana te doen. Hier ter plekke mochten wij niet naar binnen om een kijkje te nemen en een verslag te maken. We staan hier op dit ogenblik met de directeur van Canawaima, Hanisha Jairam. En zij gaat ons meer kunnen vertellen over de situatie hier op Soudrien. Hanisha, bedankt. Kan je ons vertellen wat er eigenlijk gaande is hier? Want, bijvoorbeeld, waarom mogen we niet naar binnen? Nou, goedendag. Ik mag u gelijk hierbij aangeven dat wij als leidinggevende van Canawaima Management Company ook niet naar binnen mogen. Het is een hele toestand daar. Er zijn heel wat Cubanen op maandag gekomen in de namiddag. En ik werd dus gebeld door de wachter. Wij waren ook opgeschrikt, zoals u dat ook heeft aangekondigd, met een groep van 560 Cubanen die hier zijn gekomen om vervolgens te vertrekken naar Guyana. Helaas, ook hoeveel interview ik afsta en hoeveel mediakanalen ook mij benaderen, wij zijn in principe niet de persoon die gaan over de groep Cubanen die hier hun intrek hebben genomen en willen oversteken. Weliswaar is het zo dat wij een boot beschikken die de veerverbinding onderhoudt tussen Suriname en Guyana, maar totdat wij de richtlijnen niet krijgen vanuit de overheid hoe te handelen, kan ik daar niet openstellen. En het zou ook niet op zo'n manier kunnen gebeuren, omdat je met je counterpart gesproken moet hebben. Van er is een groep Cubanen, ik denk dat het hier kan, gesproken kan worden over een uitzondering. Er is een groep welke op de een of andere dag heeft besloten om hier naartoe te gaan, te komen om te vertrekken. En ik moet de instructies volgen vanuit de regering. Maar is het niet erg dat er zo geheimzinnig wordt gedaan hier? Want dat de media niet eens naar binnen mag gaan om een verslag te maken en dat u als directeur ook restricties hebt ontvangen. Is dat niet erg? Ja, dus het is een heel vreemde kwestie, want ik weet niet waarom dat niet zou mogen. Ik weet niet als men bang is om te zien hoe de situatie daar is. Want als u daar naar binnen gaat en als u ziet dat er overal toiletpapier is, omdat de mensen hun behoeften gewoon op straat hebben gedaan en het afgedekt met toiletpapier. En misschien ligt het ergens aan de achtergrond dat er in de media verschenen is, de DC heeft aangekondigd en andere instanties hebben aangegeven dat de situatie echt wel rustig is en er is niet zo'n toestand. De situatie is grimmig, dat mag ik u aangeven. En als ik u kan aangeven dat op dit moment de mensen gewoon hun behoefte doen waar ze zitten, het is heel erg onhygiënisch. En als mens zou je dat niet moeten toelaten. Misschien is men bang dat dat vastgelegd wordt en dat uitgezonden wordt. Sowieso moet Suriname ook rekening mee houden dat dit sowieso ook buiten vertoond zal worden. Wat voor gedrag geven wij aan de buitenlanders ten aanzien van mensen die ook al zijn ze Cubanen. Ze zijn op dit moment hier, ze willen weggaan, maar eerder hebben ze hun krachten verleend op de arbeidsmarkt. Dus ik vraag me af waarom op zo'n geheimzinnige manier. Moet ik hieronder begrijpen dat de autoriteiten hier denken dat dit om een politieke actie gaat? Nou, men probeert zo'n beeld te scheppen, maar ik zou me afvragen waarom zou men zo'n politieke set moeten. Die mensen hebben niet eens stemrecht. Wat zouden we kunnen bereiken daarmee? Dus ik weet niet, men zoekt spijkers op laagwater geloof ik, maar dat is een kwalijke zaak, zo ga je niet om met mensen. Dankjewel Hanisha voor het gesprek. Zo heeft u dus dan mogen horen. Dat zijn de laatste updates tot nu toe. Wij mogen het terrein niet op. Ik moet eerlijk zeggen dat de DC mij op de WhatsApp wel toestemming heeft gegeven. Maar toen ik hier aankwam, de politie mij heeft gevraagd om hier buiten te staan en dat wij geen toestemming hebben om naar binnen te gaan. Dat vind ik trouwens ook heel erg raar. Maar hierbij besluiten we en indien er meer updates zijn, dan komen we later terug in de studio. Inmiddels blijkt uit de documentatie van de Vreemdelingendienst van het Korps Politie Suriname in Nikeri dat er zich in totaal 367 personen bevinden te Soudrien. Het gaat om 236 mannen,
218 vrouwen en 10 kinderen met de Cubaanse nationaliteit. En 1 man en 2 vrouwen bezitten de Dominicaanse nationaliteit. Inmiddels wordt deze kwestie op het hoogste regeringsniveau besproken voor een spoedige oplossing.